Honderden traditionele gezagsdragers hebben vandaag hun pinpasjes in ontvangst genomen. De overhandiging werd gedaan door minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling en de directeur van de SPSB, Ginmarobdo Kromosuto. Onze vergoeding werd vroeger per boot gebracht en dat duurde soms heel lang, geeft een van de gezagsdragers aan. Mi ufi PC anga PCP okondoya. Tidena day ukango goteke umoni apio wani ebi wan PCP ogodo pe bank de us agoteke umoni. Na wan shwiti sa ni gyo. Ika abede so langa taki uno be kisi moni ma no no ufu muntapu. Usa go baka goteke umoni unaf kon a minister si do wakti onte aboto ikon. Onte de far kon onte wan solisi e last day. Fu no go agrom fu wakta botom fu amoni kankon so le sa moni no kon da toku hori pasiensi mi gi minister gantang itu hori tranga woroko de futu meku godoro. In totaal zijn 500 gezagsdragers in aanmerking gekomen voor een pinpas. Minister Diekan en SPSB-directeur Kromosuto zijn tevreden over het verloop van dit project. De gezagsdragers hebben meteen gebruik gemaakt van hun nieuwe pinpas om er zeker van te zijn dat de pasjes werken en dat hun geld is overgemaakt.